Duizenden zaken, een halve kilometer dossiers, honderden uitzendingen, tientallen ontmaskeringen, ruim een dozijn opgeloste moorden en verdwijningen, een handvol gerechtelijke dwalingen en ja, zelfs een koningsdrama. Ontelbare confrontaties en verborgen cameraacties met oplichters, pedofielen, wapenhandelaren, drugsdealers, verkrachters, moordenaars, voortvluchtigen, overvallers en afpersers. En als het nodig was, de overheid. Goedenavond, welkom bij het programma dat vanavond voor de allerlaatste keer onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt. Na 17 veelbewogen jaren is dit de allerlaatste uitzending. Aan een belangrijk tijdperk in mijn loopbaan en aan uw alibi op zondagavond komt nu een einde. Het zal u niet verrassen als ik zeg dat dit een afscheid met weemoed en emoties is. En niet alleen voor mij, maar voor het hele team achter het programma. Sommigen denken wel eens dat ik het allemaal alleen heb gedaan. Maar de werkelijkheid is dat ik 17 jaar omringd ben geweest door begenadigde, toegewijde collega's. De jarenlange strijd tegen onrecht heeft tussen ons een band gesmeed die verder gaat dan gewoon werk. Een regisseur van het programma, die weet dat ik een grote voetballiefhebber ben, haalde eens de slogan van FC Barcelona aan om ons team te omschrijven. Meske een club. Meer dan een club. En zo is het. En om die reden laat ik in de laatste aflevering van dit programma graag de harde kern van mijn team aan het woord over de kleedkamergeheimen van het programma door de jaren heen. Wie maken het programma? Hoe gaan de reconstructies? En was er met die presentator, zeg maar de coach, nou een beetje te werken? Ja, wat ga je missen? Je gaat natuurlijk missen dat je fantastische, mooie uitzendingen hebt gemaakt. We hebben in spanning gezeten met elkaar. We hebben heel veel ontroerende momenten met elkaar meegemaakt. We hebben zaken opgelost die muurvast zaten. We hebben aan misstanden een eind gemaakt. We hebben corruptie en machtsmisbruik aan de kaak gesteld. Dat hebben we allemaal met z'n allen gedaan. Maar je kan niet eeuwig doorgaan. Maar het gevoel voor het team van ja, maar jongens, we deden het toch met z'n allen. Ja, het voelt een beetje alsof je deserteert. Het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt komt nog één keer terug. Elke zondag vanaf 8 april. Zorg dat je dan een alibi hebt, want dit mag je niet missen. Het is voorjaar 2012. De redactie van Peter R. de Vries staat aan de vooravond van het allerlaatste seizoen. Goedemiddag, u spreekt met Sil van de Poel, redactie Peter R. de Vries. Goedemiddag Elke, je spreekt met Daniel Heringa van de redactie van Peter R. de Vries. Ze fietsen zelfs wel eens vanuit Den Haag naar huis, heb ik begrepen, met het dossier. Rond 5 uur is hij thuis. Oké. Nog 8 uitzendingen te gaan en dan verdwijnt het programma na 17 jaar van de buis. Wie zijn de mensen die al die jaren het programma hebben gemaakt? Hoe ziet het werk van een redacteur, producer of regisseur bij Peter R. de Vries eruit? Wat vinden de medewerkers ervan dat het programma stopt? En hoe is het eigenlijk om voor Peter te werken? Een cameraploeg volgde maandenlang de redactie van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Sprak het team over Peter en Peter over zijn team. Het laat zich raden dat opdrachtgever Arthur er niet erg happig op is om een voorschot te betalen. Ja, ik denk dat het coachen van een redactie, van een crew, dat best wel overeenkomsten heeft met het coachen van een voetbalteam. Je hebt te maken met ego's, met verdettes, met waterdragers. Maar je moet ook een teamverband in de gaten houden. Hè. Je moet samenspelen en je moet soms het vuile werk voor elkaar opknappen.
En als coach moet je soms ook impopulaire beslissingen nemen. Je kan niet iedereen zijn zin geven. 06? Ja, ja. 226. Maar ja, goed, ik neem aan dat uw advocaat dat ook al heeft aangetoond tijdens de zitting. Ja, ik word aangekeken door een collega van mij. Nou, de reden dat mensen zo lang voor dit team werken is denk ik dat we hele mooie, bijzondere televisie maken. Waarin je dus als redactielid, als productiemedewerker, als regisseur kan onderscheiden. Ik denk dat de meeste mensen bij het programma blijven omdat het gewoon leuk werk is. Je maakt avonturen mee. Je ontdekt dingen, je mag onderzoek doen, je mag er reportages van maken. Je bent enorm vrij in je werk. Als je zo lang met elkaar samenwerkt en een bepaalde klik hebt, dan is een blik vaak voldoende om te weten wat hij wil en hoe hij iets wil. En je bent zo op elkaar ingespeeld. Je werkt bijna als eenheid. Een half woord is genoeg. Nou, laten we even beginnen met vandaag dan. Peter is een veel eisende man. Dat weten we ook allemaal van hem. En ik denk ook dat dat ons allemaal scherp houdt. Er komt eigenlijk niks in een uitzending zonder dat Peter er met een rode pen doorheen is gegaan. Het ding heeft toegevoegd, heeft geschrapt. Peter bemoeit zich met alles. En als hij zich er niet mee bemoeit, dan gaat hij zich ermee bemoeien. Dat is wel een karaktereigenschap van hem. Hij wil alles weten. Alles weten waarom ook bepaalde dingen zo gebeuren. Ja, de karaktereigenschap waar ik mee worstel is dat ik moeilijk kan zijn, dat ik lastig kan zijn, dat ik heel kritisch kan zijn en ook heel direct. Hij denkt wel dat hij altijd gelijk heeft. Ja, maar hij heeft toch altijd gelijk? De discussies zijn soms een beetje lastig. Ja. Peter gaat niet makkelijk van zijn standpunt af. Nee. Al laat je hem gewoon zien dat hij verkeerd zit. Hij kan heel primair reageren. Door te zeggen van, dat kan toch helemaal niet, man? Of dat klopt niet? Of wat zit je nou te lullen? Als iemand op een verjaardagsfeestje een mooi, maar zwaar overdreven verhaal vertelt, erg aangedikt, dan kan ik het eigenlijk nooit laten om te zeggen van, ja, maar wacht eens, je zegt nu dit en dat, maar dat kan helemaal niet, want dat werkt zus en zo. En dan achteraf, dan zegt mijn vrouw ook wel eens van, joh, had nou gewoon je mond gehouden, had hem de eer van dat mooie verhaal gegund. En maar dan ben ik toch zo dat ik zeg, ja, maar het klopt niet. 19 april, draaiboekdag. 20 april, studiodag. Ja. En hij is ook altijd precies op tijd. Dat is bijna op het neurotische af. Het komt ook heel vaak voor dat je dan op locatie bent en dan sta ik daar keurig op tijd al te wachten. En dan komt de cameraploeg aan. Te laat, een half uur of zo. En dan zeggen ze van, ja, sorry hoor, we stonden in de file. En dan zeg ik van, waar kom je vandaan dan? Ja, uit Hilversum. Ik zeg, ja, ik ook. En ik sta er wel een half uur, weet je. Dus ja, dat zijn van die dingen waar ik niet tegen kan. Bij Peter moet je altijd paraat zijn. Je moet zorgen dat je spullen in orde hebt. En op het moment dat Peter wil, dan moet je gaan. Ik kan ook niet tegen mensen die treuzelen of traag van begrip zijn. Ik wil altijd snel vooruit. Ja, dat herken ik wel. Ja, Peter is, als we gaan lunchen, is Peter het eerst beneden. Want we hem al niet eens meer zien. En na de lunch is hij ook als eerste weer boven. Alsof hij een marathon aan het lopen is. Toevallig op de laatste vakantie op Ibiza, toen zei mijn vrouw ook tegen me, waren we onderweg naar het strand, ik was vrij. En toen zegt ze, wat zit je toch te racen? En ik ging langs mensen heen. En ja, ik zei, ja, ik wil naar het strand. Ja, maar we hebben vakantie. Maar ja, dan heb ik toch dat ik denk, opschieten, geen tijd verliezen. De redacteuren zijn al volop bezig met de research voor de laatste uitzendingenreeks. Ze worden in de aanloop naar het seizoen overspoeld met tips van kijkers. In een periode van uitzending, dus als wij uitzenden op zondag, dan krijgen we dagelijks zeker wel 150 mailtjes binnen. Ja, die worden allemaal gelezen en beoordeeld. Soms is één zo'n mailtje of telefoontje al voldoende om een onderzoek te starten. De research voor zo'n uitzending kan ongelooflijk veel tijd in beslag nemen. Dat varieert zeg maar in het meest gunstige geval van een maand of drie. Maar we hebben ook wel zaken gedaan waarbij we 4 of 5 jaar in totaal research hebben gepleegd eer zo'n zaak op de buis kwam.
We hebben ooit eens een uitzending gemaakt over Gladio. Dat was zo'n geheimzinnige NATO-organisatie die wapendepots in het land verstopte en niemand wist van het bestaan af. Maar daaromheen vond een soort van illegale wapenhandel plaats. Hoe kwam Gladio eigenlijk aan zijn wapens? En wat is er na de opheffing met al die wapens uit al die opgeruimde geheime depots gebeurd? We kregen hierover enkele jaren geleden een zeer interessante tip. Nou ja, daar zijn we op een gegeven moment ingedoken. Dat zag er heel veelbelovend uit. Maar uiteindelijk heeft het 4 of 5 jaar geduurd eer we echt de uitzending rond hadden. Eer die op de buis kon komen. Dat wil overigens niet zeggen dat dat nou per se de beste of de mooiste of de meest spraakmakende zaken zijn. Eigenlijk helemaal niet, want je hebt ook wel eens geweldige informatie waardoor je opeens ergens naartoe moet of naar het buitenland of iets. En dan heb je gewoon binnen een week de hele buit binnen als het ware. Terwijl sommige zaken zich nog in de researchfase bevinden, zijn andere onderwerpen klaar om er een reportage over te maken. De voorbereidingen voor de reconstructies, een belangrijk onderdeel van elke uitzending, zijn in volle gang. Dit programma is niet alledaags. Het is ingewikkeld om het te maken. En dat komt omdat we bijvoorbeeld met reconstructies werken. Het begint met het maken van een planning. Welke scènes moeten waar worden opgenomen? En op het moment dat je zo'n planning gemaakt hebt, kun je eigenlijk alle zaken uit gaan zetten die je nodig hebt. Dus dan moet je denken aan figuranten, je moet aan locaties denken, auto's die je moet huren. Alles moet eigenlijk samenkomen in die periode van die draaidagen. Producer Colin Roelofs is verantwoordelijk voor de aankleding van de reconstructies. Hij laat de ruimte zien waar alle requisieten uit de afgelopen 17 jaar zijn opgeslagen. We hebben hier allemaal computers aan de linkerkant staan. Zowel wat oude als nieuwe. En hier hebben we onze TR-koffers. Deze worden altijd gebruikt voor technisch rechercheonderzoek in onze reco's. Dat zijn namelijk de nummerplaten die we in de loop der jaren verzameld hebben. Het zijn er zoveel. Ja, we hebben daar bijvoorbeeld wat kleding, bijvoorbeeld schoenen. Die liggen daar van Anneke van der Stap. Voor de uitzending over de in 2005 vermoorde Anneke van der Stap moest Colin op zoek naar een paar zeer zeldzame schoenen met prints van Japanse stripfiguren. Ja, en deze schoenen die, ja, ga die dan maar eens vinden ergens door het land. En dan ook eens een keer in deze kleur. We hadden ook de politiefoto's. Die moet je wel precies dezelfde hebben. En uiteindelijk hebben ze wel ergens via Marktplaats weten te vinden. Wat leuk is om uiteindelijk op de draaidag zelf het plaatje compleet te zien. Want je hebt natuurlijk de politiefoto's gezien. Je hebt toch wel alle dingen gezien zoals het zou moeten. En dan als je dan op de set staat en je ziet dat alles er is, dat het goed gekomen is, ja, dat geeft wel een voldaan gevoel. Niet alleen requisieten zijn belangrijk voor het slagen van een reconstructie, ook goede figuranten zijn onontbeerlijk. We hebben een figurantenbestand wat, geloof ik, 5.000 of 6.000 mensen beslaat. En ja, op het moment dat je dan dus een verdachte in een zaak hebt die een dikke pens heeft en een paardenstaart en een beetje onguur gezicht, ja, dan kan je natuurlijk niet met een mager scharminkel en een kale kop aankomen. Ja, morgenochtend uiterlijk zou wel fijn zijn, want anders zou ik iemand anders nog moeten regelen. En dat is morgenmiddag voor de volgende ochtend best wel kort dag. Productieassistente Britt van der Gaag is bezig met de casting van figuranten voor een van de eerste uitzendingen van de allerlaatste serie. Ik doe dit nu vanaf september 2011, dus nog niet zo heel lang. Ik ben het jonkie. Maar goed, ik vind het wel hartstikke leuk. Het is heel jammer dat het wat dat betreft dat stopt. Peter de Vries, mijn Brit. Ach, moet je me nu bellen? Dat is mijn vriendje. Ja, ze zijn me net aan het filmen. Ja, het is heel belangrijk dat het gewoon up-to-date is. Dus dat je, als je iemand wil bellen, dat hij ook het goede nummer heeft en alles. En recente foto's. Want soms bel je iemand en die heeft op de foto dan heel lang krullend haar. En dan heb je dat type nodig. En dan bel je en dan zijn ze ineens kaal of
20 kilo aangekomen. Ik had laatst een hele dikke man nodig. En die bleek ineens 50 kilo te zijn afgevallen. Dus dat schiet ook niet op. Ja, er staan mensen echt al eerder ingeschreven dan dat ik geboren was. Dus dat is wel heel grappig. Ondertussen is producer Steve Sandberg op zoek naar een geschikte reconstructielocatie. Ik ben voor Kees van der Spek, de regisseur, ben ik op zoek naar een woonwagenkamp. Ja, ik hoop natuurlijk wel dat het wat is, want ik ben al een goede week bezig om er eentje te vinden. Dat is niet eens zo heel gek, hoor. Steve is op pad voor een reportage over een reeks onopgehelderde verkeersincidenten in Zuidoost-Brabant, waarbij stenen naar automobilisten werden gegooid. In de uitzending zal blijken dat de mogelijke daders afkomstig zijn van enkele woonwagenkampen. Om de reconstructie zo geloofwaardig mogelijk te maken, is het belangrijk dat Steve een locatie vindt die op een woonwagenkamp lijkt. Vandaag lijkt het mee te zitten. Van de eigenaar van dit vakantiepark krijgt Steve een verkenningsvoertuig mee. Dit maakt mijn werk altijd zo leuk. Dit soort spontane acties, dat ik in één keer in een golfkarretje zit. Wie kan dat nou zeggen met een baan van 9 tot 5? Dat je in één keer op een park zit, je vraagt wat en je krijgt een golfkar mee en zoek het lekker uit. Kijk, dit zijn wel delen die een beetje dat woonwagensfeertje geven. En een beetje die bomen, een beetje jammer. Dat geeft toch een beetje een vakantiegevoel eerder nog. Als Steve het vakantiepark grondig heeft geïnspecteerd, brengt hij verslag uit bij regisseur Kees van der Spek. Hey Kees, het is niet helemaal top, want bij een echt kamp heb je meestal die caravans op een rij staan. Dat heb je hier niet. Wat was bij die vorige geweest dan? Ja, die was goed, ja, maar dan mocht ik niet draaien. Waarom niet? Ja, omdat ze precies wilden weten waarom. En wat? Wat zei je dan? Ik zei dat ik dat niet kon zeggen. Steve moet nog even verder speuren naar een woonwagenkamp. Maar eerst gaat hij naar de locatie waar deze week al opname plaatsvinden voor de uitzending over de stenengooiers. Ik ben hier om even wat bewonersbrieven te posten, omdat we hier aanstaande vrijdagnacht opnames hebben. En daarvoor wordt de weg gedeeltelijk afgesloten. Dus het is wel zo netjes om dan even aan te geven aan de mensen die hier aan deze weg wonen, wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Vrouw die baksteen op de koplamp krijgt. Oh ja. Dat is echt precies zo'n weg als op de echte plek. Hoe ga je dat doen? Ja, daar ben ik nog over aan het nadenken. We mogen een koplamp stuk maken. Maar de rest van de auto mag niet beschadigen. 1, 2. Kom op, Kees. Je kan het. Ja, is goed. Mooi. Het is natuurlijk super belangrijk dat alles lijkt en alles klopt zoals het in het echt gegaan is. Kijker is heel kritisch. Die trapt niet meer in hele goedkope reconstructies. Dus jullie gaan rijden? Ja. Niet hard, want het is alleen maar voor een heel kort fragmentje dat ik een paar splinters tegen de voorruit gooi, waar je op schrikt. Oké. Ja? Dus jullie mogen erin gaan zitten. Oké. De jongens staan vaak tot 3, 4, 5 uur in de nacht te draaien. En nu valt het nog mee. Maar dat hebben we natuurlijk ook wel eens gehad met vorst en sneeuw en vreselijke temperaturen. En ja, dan kan zo'n nacht heel lang duren. Dus ik heb altijd groot respect voor ze wat dat betreft. Wiebel eens met die auto. Beetje, klein beetje. Kan er even iemand tegen die auto aan wiebelen? Klein. Juist. Ja, bedankt. Nou, de leuke klussen wil de regisseur altijd zelf doen. Dus je ziet hem eigenlijk bijna nooit op de set echt fysiek aan het werk. Maar als dit soort dingen moeten gebeuren, ja, dan staat hij natuurlijk als eerste met de sloophamer. Als ik ja zeg, duik je naar rechts.
Ja! Dan is het tijd om de figuranten te bedanken voor hun inzet. Hey, hartstikke bedankt. Goed gedaan. Graag gedaan. En tot de volgende keer misschien. Is goed. Dus voor mij mag je me meer bellen, hoor. Ja, je krijgt nu een grote rol, hè. Zet er maar een sterretje bij van. Bellen. Plus figuraat. Ja. Alleen al het feit dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Daar heb je geen idee van als je de filmpjes ziet. Het is niet zomaar een show. Het heeft een doel. Deze reconstructie kan misschien bijdragen tot. En daar speel ik dan een rol in. Dan kijk je van, wow. Dat is toch wel eventjes heavy, hoor. De figuranten grijpen nog even de kans om met Peter op de foto te gaan. Voordat hij de set verlaat en in de nacht verdwijnt. Ik denk dat ik voor mijn omgeving veel eisend kan zijn, lastig kan zijn. Maar tegelijkertijd ga ik ook wel voor die omgeving. Mensen om mij heen die vragen wel eens van jeetje man, is dat niet een lastige man om mee te werken? Zo kennen veel mensen hem wel. En op het moment dat je met hem op reis bent, dan is het wel een Peter die wij allemaal niet kennen. Het is een, wat dat betreft, een hele zachte, lieve man. Ja, soms maak je met een cameraman meer mee dan met je eigen vrouw, zeg ik wel eens. Omdat je op zulke gekke plekken terechtkomt, in zulke bijzondere situaties. En dat schept een band voor altijd. Ik denk dat als ik morgen in de shit zou zitten, dan zou hij mij eruit trekken. Ik kan me nog goed herinneren dat hij zelfs een keer gedreigd heeft om een contract te verscheuren. Dat kan ik nu wel eens vertellen. Een aantal jaren geleden liep het contract af van een productiemedewerker hier, Steef. En er was een reorganisatie aan de gang. En toen werd er eigenlijk gezegd van hij moet eruit. Ik heb toen Paul Reumer opgebeld, de directeur toen. En heb gezegd, als jij deze man eruit gooit en niet een vast contract geeft, dan scheur ik vanmiddag mijn contract doormidden en ik kom hier nooit meer terug. Ja, dat vind ik fors. Dat is natuurlijk wel de manier om iets snel gedaan te krijgen. Ja, de stekker eruit trekken is natuurlijk het scenario dat niemand wil. Nou, toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. En 's middags had Steef een contract voor onbepaalde tijd. Dan ga je wel ver. Als je je eigen carrière op het spel zet voor de belangen van je medewerkers. Ik denk dat er maar weinig leidinggevende mensen zijn, of überhaupt mensen zijn, die dit zouden doen voor een medewerker. Voor een producer op een programma. Want laat één ding duidelijk zijn, en dat begreep Paul Reumer ook heel goed, dat contract was verscheurd die middag, als die niet deze jongen in dienst had gehouden. In Amstelveen wordt de reconstructie opgenomen voor de aflevering over Wilma Bres, ook wel bekend als de musicalmoord. De vrouw werd in 1989 vermoord nadat ze een hoofdrol had gespeeld in de musical Sweeney Todd. Peter komt naar de reconstructie om een presentatietekst op te nemen. Peter is eigenlijk een krantenman. Die wil gewoon een verhaal maken, het liefst een verhaal schrijven en dat het eruit gaat. Ik ben bij de krant begonnen. En dat is in feite mijn kunstje. Ik ben een schrijvend journalist die op tv werkt. Licht. Zou het toeval zijn, zo vraagt de recherche zich af, dat Wilma een paar uur later alsnog... Peter wordt helemaal gek van gekriegel op de set. Je kunt hem niet zo geïrriteerd krijgen dat halverwege een interview bijvoorbeeld het zendertje opeens begint te storen en dan de geluidsman er doorheen gaat roepen dat het over moet. Dan krijg je Peter die dan inderdaad gelijk zegt van, nou ja, hoezo moet dat over? Ik zeg, nou ja, ik bedoel, dan krijg je een discussie die je eigenlijk niet wilt, maar die wel aangaat met hem. En dat zijn soms hele moeilijke momenten en daar baal ik wel eens van. En achteraf begrijpt hij het ook wel, maar die discussies die zijn wel eens gevoerd, ja.
Hij vindt het eigenlijk maar gedoe. Hij zou het liefst gewoon een televisieprogramma maken in de krant. Ja, het is natuurlijk heel veel gedoe om zo'n programma te maken. Mensen hebben daar vaak geen voorstelling van. En dan heb ik het ook nog maar niet over de nazorg en de nasleep die dingen hebben. Hè. Dat we soms wel 10 jaar lang nog met de nasleep van een zaak bezig zijn. En overdrijf ik echt niet. Dat je contact houdt met de nabestaanden, met de slachtoffers. Dat op het moment dat er een nieuw tipje binnenkomt, dat ze je meteen bellen. Dat je er weer achteraan gaat. Dat zijn dingen die vaak helemaal niet op tv komen. Vanavond ziet u het verslag van onze speurtocht naar het onopgeloste mysterie van de verdwijning van Marion en Romy. En de mensen die daar mogelijk bij betrokken zijn. Zelf vind ik de dossiers, de cold cases, het proberen licht te brengen in een zaak die al zo lang onopgelost is, waar ouders, familieleden, zonen, dochters radeloos, wanhopig thuis zitten omdat ze niet weten hoe het zit, dat je die kan oplossen, dat je die weer vlot kan trekken, dat vind ik zelf eigenlijk het mooiste wat er is. Dat gaf mij de meeste voldoening, ja. En onze speurtocht eindigt hier in de dunbevolkte, moeilijk bereikbare binnenlanden van Oost-Turkije. Waar nog steeds een venijnige burgeroorlog woedt. Het is deze plek, hoog in de bergen, waar het verschrikkelijke geheim van Marion en Romy waarschijnlijk letterlijk begraven ligt. Om met een voorbeeld te illustreren is de zaak van Marion en Romy van Buren, dat ik met Kees van der Spek en Corrie van Buren in Turkije was. Nou, wij waren op zoek naar het graf van Okan, die op dat moment al gold als de hoofdverdachte van de dood van zijn vriendin Marion en zijn kind Romy. Het was een wens van de moeder van Marion om bij dat graf te komen, want daar lag letterlijk het geheim begraven. Dus wij gingen vrij onbevangen naar dat Turkije toe en wij hadden eigenlijk geen idee ervan dat daar een burgeroorlog woedde in dat gebied waar we wilden zijn. We komen heeluits aan bij de tweede controlepost. Dit is het hart van het oorlogsgebied. Hier is het gevaar het grootst. We werden door het leger tegengehouden en die zeiden, jullie mogen hier niet door, want dit is het gebied van de Koerden met sluipschutters en aanslagen. En dat we zeiden, wat? Niet door? We moeten er door. Kan niet anders. Niks sluipschutters en het kan ons helemaal niet schelen. Wij moeten hier door, want we zijn met die zaak bezig. We zijn op een missie. En nou ja, het werd ons afgeraden en bijna verboden. Maar ik heb toen tegen die Turkse legercommandant gezegd van, nou ja, we moeten er door en ik neem alle risico's. En het gevolg was dat we uiteindelijk in een busje met tanks ervoor en erachter door dat gebied zijn gegaan. Nou, dat zegt wel over Peter dat het nogal een vasthoudend typeje is. In hun geschutskoepels duren de soldaten langs mitrailleur lopen naar de bergen, waar vanuit de talloze spelonken de afgelopen jaren zoveel voorbijgangers werden neergeschoten. Ook voor Corrie zijn het angstige momenten. Maar tegen het einde van de middag naderen we zonder kleerscheuren onze laatste controlepost aan de rand van de stad Tunceli. We hebben 10 uur gedaan over een afstand van 130 kilometer. Waar heb je ze gelaten? En voorlopig is het dus zo dat het geheim hier dus inderdaad letterlijk begraven ligt. 3 jaar na de reis naar Turkije en 5 jaar na de verdwijning blijken alle inspanningen niet voor niets te zijn geweest. Op 1 augustus 2002 worden de stoffelijke resten van Marion en Romy op aanwijzing van Okans broer opgegraven in de duinen tussen Egmond en Bergen, dichtbij Marions huis. Een
Een veel gehoord misverstand is, vind ik, dat veel mensen denken dat wij alleen maar voor de kijkcijfers gaan. Hè? De commerciële televisie. En dat we zaken alleen maar doen omdat we denken dat het scoort. Daar kan ik eigenlijk flink nijdig om worden als dat gezegd wordt. Want ik laat me eigenlijk nooit door de kijkcijfers leiden. Vanaf het eerste seizoen in 1995 hebben wij uitgebreid aandacht aan de Puttense moordzaak besteed. Tot vandaag maar liefst 43 keer. Hebben we zaken gedaan waarvan je televisiematig zou kunnen zeggen, nou, kan je beter niet doen als het je om de kijkcijfers gaat. Hè? Ik roep maar even in herinnering 44 uitzendingen over de Puttense moordzaak. Peter heeft 44 keer op de redactie gezegd, we gaan een onderwerp maken over de Puttense moordzaak. Ja, dan zag ik Kees al wegduiken achter zijn bureau van, oh mijn god, moet ik nou weer de Puttense moordzaak doen? Wat moet ik daar nu nog over zeggen? Ik had op een gegeven moment wel zoiets van, jeetje Mina, weer Puttense moordzaak. He, wordt de kijker daar ook niet moe van? Tot vervelend aan toe van de programmaleiding van de zender, die uiteindelijk toch wel weer een ander onderwerp liever hadden. Twee mannen verklaarden te hebben gezien, is gewoonweg onmogelijk. Nou ja, in eerste instantie denk je, oh nee, de Vries niet weer. Wat heb je dan? Nou, dan kwam er iets en dan vond je dat eigenlijk. In eerste instantie denk je van, ja, is misschien wel een leuk nieuw invalshoekje of een dingetje. Maar moeten we daar dan echt weer een kwartier over televisie over maken? Nou, daar ben ik om verguisd, ook zelfs mensen van de redactie diep om moeten zuchten van, Jezus Mina, weer die Puttense moordzaak. Maar dat was omdat ik het wilde doen, omdat ik voor de zaak ga. Dat heeft altijd bovenaan gestaan. Het Hof verklaart er aan Herman Dubois en Wilco Fiets onder één, voor zover aan het oordeel van het Hof onderworpen, en al het aan hen onder twee te lasten gelegde, niet bewezen en spreekt er daarvan vrij. De zitting wordt gesloten. Het is natuurlijk echt de zaak van de lange adem geweest. En daardoor, weet ik zeker, zijn die twee mannen vrijgekomen en is uiteindelijk de echte dader gepakt. Dan ben je achteraf eigenlijk maar blij dat je dat hebt kunnen doen met zo'n resultaat. Dat is een groot succes. De Puttense moordzaak. Steve Sandberg is niet alleen een locatieproducer. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld als infiltrant in een aantal onthullende verborgen cameraacties. Vandaag gaat hij op bezoek bij geluidstechnicus en candid camera-expert Ron Vermeulen om een nieuwe tas te testen waar een camera in verstopt zit. Zul je ook zien hoe je het terugkijkt? Ja, dat wil ik wel even weten. Ja. Okay. Peter heeft als een van de eerste verborgen camera's toegepast op journalistieke programma's. Daarvoor werd het eigenlijk alleen in amusementsprogramma's gebruikt, zoals Taxi en Bananensplit. Dus in dat opzicht is Peter wel baanbrekend geweest. De laatste verborgen camera-actie van Steve begon op een middag in september vorig jaar. En dan ineens wordt er gevraagd of ik misschien even naar Rotterdam zou willen rijden. Samen met nog iemand om wapens te kopen. Dus ja, het overviel me. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Een jas aan met een camera erin verborgen. En de auto in. En naar een afspreekplek op een station in Rotterdam. Ontmoet ik daar een persoon. Die dus blijkbaar wapens had die wilde verkopen aan ons. Dus de deur gaat open en ik zie een heel klein hok. Met tegeltjes aan de wand en vies en oud. En een TL-balk bovenin in het plafond. En ik kijk rond, ik denk, wat gaat hier gebeuren? Wat is dit? Maar het is wel safe verder. Dat er niet daar ook een beetje in de moeilijkheden komen. Nee, ik heb allemaal mensen heel bij het zijn. Ik ken hem niet. Hij wil wapens verkopen. Ik heb camera's om me heen. En ik sta in een hokje waar ik niet meer uit kan. Want ik heb ook nog goed om me heen gekeken. Van, is er nog een uitgang buiten de deur waar ik net naar binnen ben gekomen? Nou, die was er niet. Dus de deur ging ook dicht. En daar sta je. Deze hagelnieuwe Glock, ook met demper dus, zit nog in de originele koffer.
en we krijgen er een laservizier en een schoudersteun bij. Ja? Moet ik dat meenemen? Ja, ik vind dat vind ik wel een deal. Ja, met 1000 patronen erbij en dan knap je dat ook. Ja, en dan loop je met die tas en dan denk je, wat is dit joh? Ik ben net 10 minuten bezig en ik ga met een lege tas. En ik loop nu met een heel zwaarwegende tas vol met wapens, loop ik terug naar mijn auto. Nou ja, kofferklep open, tas met wapens erin, dicht en rijden. Met ook nog eens in je achterhoofd van wat als ik nu een aanrijding maak. Mijn kofferklep gaat open, dan ligt daar gewoon een mitrailleur en noem maar op. Ja, dat zijn toch weer situaties. Ja, die zijn eigenlijk te bizar. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat meemaken. Zo. Deze verborgen cameraactie leidt uiteindelijk tot een confrontatie met de wapenhandelaar. De man, in het dagelijks leven medewerker van de Rabobank, levert niet alleen een grote hoeveelheid illegale wapens. Die zijn wel top, man. Zo, Rambo. Maar heeft bovendien vergaande plannen om zijn eigen bankfiliaal te overvallen. De wapenhandelaar, annex bankmedewerker, wordt aangehouden en afgevoerd door de politie. Hij zit nog steeds vast in afwachting van zijn proces. Ja, zo'n confrontatie is natuurlijk het moment waar het om gaat, het uur u. Daar heb je naartoe geleefd, heb je soms maandenlang research voor gedaan. En dat is het moment dat het moet gaan gebeuren. Dat je met de bad guy oog in oog komt te staan en hem moet voorhouden wat hij allemaal heeft gedaan. Dikwijls is het zo dat je daar dan al uren van tevoren in een geblindeerd busje zit te wachten. Het is een situatie die je eigenlijk niet in de hand hebt. Of iemand wel naar buiten komt, of iemand niet wegrent, of niet iemand iets geks doet. En ja, dan moet je wel met z'n allen goed scherp op zijn. Je bent dan heel geconcentreerd. Je zit ook voor jezelf een beetje na te denken van, wat is mijn openingszin? Wat ga ik tegen hem zeggen? Dat is vaak heel belangrijk, hè? Hoe kom je binnen? En ja, de tijd die tikt dan voorbij. En juist ook doordat je natuurlijk adrenaline in je lijf hebt, je geconcentreerd een tijd hebt zitten wachten, ben je vaak messcherp. En ja, dat zijn vaak ook de beste momenten dan. Top, man. Zo, Rambo. Ben je hier aan het doen? Een beetje speelgoed voor criminelen aan te kopen. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Wat heb je hier bij je? Hè? Nou, dat hoef je niet dicht te doen. Wat ben je hier aan het doen? Je bent toch hier aan de politie? Nee, die komt zo wel. Maak je geen zorgen. Nee, jij gaat niet weg. Nergens heen. Jij gaat nergens heen. Wat ben je aan het doen, jongen? Ben je wel helemaal lekker dat je dit soort spullen gaat verkopen? Waarom doe je dit? Een raketwerper. Een M50 mitrailleur. Wat ben je aan het doen? Ook de bank nog even beroven erbij? Oh. Ik kan me herinneren dat ik een tijdje geleden een keer in een café ben binnengelopen. In de Bijlmermeer met allemaal Surinamers. Waar we op zoek naar een voortvluchtige moordenaar. Hey Nolte, kan ik jou even spreken? Waarom? Over die twee moorden die je in Suriname hebt gepleegd. Nee, ik praat niet met me hoor. Ja, maar dat heb je toch gedaan? Je hebt toch Kenneth Vien doodgeschoten? Ik wil over niks praten. Jij bent voortvluchtig. Jij hoort in de gevangenis te zitten. Je wordt gezocht. Ik word gezocht. Jij wordt gezocht. Nee, jij wordt gezocht. Moeten we anders even de politie bellen? En ja, die waren eigenlijk allemaal een beetje solidair met hem. En zagen ons, blanke mannen, als indringers. En dat werd best wel even nijdig. Ik wil niks praten. Laten wij gewoon even rustig gaan. Hey, je moet me niet houden, broer. Je bent helemaal niet waar het over gaat, joh. Rustig aan. Op zo'n moment heb ik daar echt schijt aan. En dan denk ik van, ik moet die vent hebben. He, die is hier nu en dat is een voortvluchtige moordenaar. En die zal ik te spreken krijgen. En er gingen mensen voor me staan en aan me trekken en duwen. Nou ja, dan maakt het me echt niks uit. Dan ga ik gewoon echt door. Pas op, hè. Nou, je gaat mij toch niet doodschieten, of wel? Pas op, hè. Ik weet dat je er al twee doodgeschoten hebt. Pas op, hè. Nou, ga je nou dreigen, of... Jij lukt. Nee, ik wil niet. He, je hebt toch Kenneth Vien doodgeschoten? Rot op, broer. Of niet? Rot op, zeg ik. Heb je dat niet gedaan? Rot op.
Je lult, zeg ik, Barda. Ja, rustig maar, rustig maar. Je gaat nu naar buiten. Ben jij de baas hier of zo? Exact, je gaat nu naar buiten. Ja, rustig aan. Kijk, Alfred Heineken die heeft wel eens gezegd van wie geen angst kent, die heeft geen fantasie. En daar bedoelde hij mee, als je je niet kan voorstellen wat mensen je aan zouden willen doen, ja, dan heb je inderdaad geen angst. Maar nou ja, in die zin ken ik wel angst. Want ik kan me goed voorstellen wat mensen met mij zouden willen doen. Dat hebben ze ook vaak genoeg in e-mailtjes en anonieme telefoontjes gezegd en geschreven. Dreigmailtjes. Hate-mailtjes. Nemen mensen ook echt geen blad voor de mond om te zeggen wat ze Peter aan willen doen of wat ze hem toewensen. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te lezen. En Peter heeft in de loop der jaren wel geleerd hoe hij daarmee om moet gaan. Maar ik lig daar nog wel eens wakker van, ja. Ja, dat grijpt mij wel aan. Meedoen aan dit programma vraagt denk ik wel een beetje dat je een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebt. Dat je een ballen hebt. Kees, gaat ie. Ja, er gebeurt wat. Ik zou opschieten, hij loopt nu weg. Ik zeg ook wel eens van, joh, als je daar niet tegen kan, dan moet je bij de libellen gaan werken. Maar moet je geen misdaadverslaggever worden. Maar als je misdaadverslaggever wordt, met hart en ziel, ja, dan moet je dus ergens durven binnenstappen. Ik heb ook wel een keer gehad in een rechtszaak, waar Peter dan niet bij was, want die kon niet. En dat had te maken met de berechting van iemand die door ons toedoen was gepakt. Dat was een oplichter. Ja, dat zijn hele familie naar mij in de zaal zo zat te doen. Ja, dat is natuurlijk niet leuk als je dan weg moet van het eind van de zitting. Ja, in één keer, Patrick. Trillen? Ja man, in één keer. En ik zo, groenje, wat is dit allemaal, weet je? Wat heb je toen gedaan? Dat zijn wel de momenten die je heel lang bijblijven. Ja, dat je weet dat Joran op pad is met Patrick van de Eem, onze infiltrant. Je bent er zelf niet bij natuurlijk. Het speelt zich af in die auto. En dan komt hij terug. En dan zegt Patrick van de Eem, hij heeft bekend, hij heeft dingen gezegd, weet je wel, opgewonden. Op zondag 3 februari 2008 ziet Nederland hoe Joran van der Sloot in een met verborgen camera's volgebouwde Range Rover opbiecht betrokken te zijn bij de verdwijning van Amerikaanse tiener Natalie Holloway. Een ultra geheime operatie die het team van Peter R. de Vries maandenlang in de greep houdt. Wat behoorlijk veel impact op ons team heeft gehad, is bijvoorbeeld de actie met Joran en Patrick. Het was een hele langdurige en intensieve actie. Die Range Rover die, ja, zat helemaal vol met techniek. In luchtroosters, in make-up spiegeltjes, overal waar je maar kon bedenken. Er zat een camera of een microfoontje. De klus van Joran, dat was een behoorlijk lange klus. Daar zijn we ongeveer 2 maanden mee bezig geweest met de voorbereidingen, het inbouwen van de camera's en de recorders in de auto. Het spannende was dat Patrick dan terugkwam en vertelde van ja, hij heeft dit gezegd, dat gezegd, dat gezegd. En het probleem bij Candid is, je start iets in de ochtend en dan moet je alles overlaten aan de techniek en maar hopen dat alles erop staat. Nou ja, dat zijn wel momenten dat je af en toe een jaar ouder wordt in een paar minuten, omdat dan die apparatuur uitgebouwd wordt en dat je denkt, staat het er wel op? Is het wel gelukt? Of zat er net een kabeltje afgeklemd of een palletje verkeerd waardoor het niet is opgenomen? Ja, dat kan ik bijna niet uitleggen hoe spannend dat is. Dat is nagelbijtend spannend, zoiets. En dan stond Peter erbij, heeft alles gelopen. Ja, dat is een erg spannende tijd. Op het moment dat dan Ron Vermeulen, de man die dat bij ons heel vaak doet, zegt, het staat erop. Nou, prachtig, ja. Ja, in één keer, Patrick. Trillen? Ja, man, in één keer. En ik zo, groenje, wat is dit allemaal, weet je? Wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Nee, tuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. En ja. Toen die kijkcijfers van Joran binnenkwamen, toen lag ik nog op bed na een korte nacht. Ik geloofde het eerst ook niet.
Ik had wel gedacht van, nou, als het toch eens boven de 2 of bij de 3 miljoen zou zitten. Ja, echt iedereen sprak erover. In mijn omgeving, op school, overal. 7,2 miljoen. Nou ja, toen dacht ik eerst even dat ik het verkeerd gehoord had. Ik wist natuurlijk dat we een scoop in handen hadden. En ik ging zelf uit van zo'n, nou, 3,5, 4 miljoen kijkers at the most. Nou ja, en als je dan hoort 7,2 miljoen, dan wrijf je letterlijk en figuurlijk je ogen uit. En ja, dat is natuurlijk uniek en dat overtref je ook niet meer. En een half jaar na de geruchtmakende uitzending over Joran van der Sloot wint Peter de prestigieuze International Emmy Award. Dat van die Emmy Awards, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je zo'n internationale erkenning krijgt voor het werk wat je doet. Maar ik zou die Emmy Award inleveren voor de oplossing in een flink aantal zaken. Als ik die daarvoor moest inleveren om die oplossing voor elkaar te krijgen, zou ik het ogenblikkelijk doen. In die zin is het leuk. Maar niet meer dan dat. Het heeft mijn leven niet gelukkiger gemaakt. Het is niet de kroon op mijn werk. De oplossing van een zaak, dat is de kroon. Aan het slot van het productieproces, als alle opnamen klaar zijn, is het tijd voor de montage. De regisseur zal nu samen met de beeldtechnicus de gefilmde beelden achter elkaar zetten. En dan gewoon op het moment dat hij een tilt heeft gemaakt, dat hij dan in de normale snelheid schiet. Na dagenlang monteren, waarbij beeld, geluid, tekst en muziek samenkomen, komt er een moment dat Peter de vorderingen voor het eerst zal gaan bekijken. Ja, dan zit je daar in je set te wachten. Dan is eigenlijk je baby geboren. En dan komt Peter op kraamvisite voor het eerst. En dan hoor je die dikke BMW van hem het pad oprijden. Ja, dan ben je wel zenuwachtig, toch? Voor regisseur Chantal van Schuilenburg is zo'n spannende dag aangebroken. Ze is bijna klaar met haar reportage over een huurmoord die door toedoen van Peter is voorkomen. De regisseur en de verslaggever die hebben dan natuurlijk een hele week bijna in de montage gezeten. En dan komt natuurlijk het moment dat ik kom kijken. Om te zien of alles volgens afspraak is uitgevoerd. En nou ja, of het hele verhaal aan de verwachtingen die ik soms in mijn hoofd heb beantwoord. En dat is voor de mensen best spannend. Ja, er zitten altijd dingetjes in waarvan je weet van tevoren, daar zou die wel eens over kunnen gaan vallen. Ja, dat voelt voor hun natuurlijk toch een beetje als, nou ja, het oog van de meester gaat er nu overheen. En ze weten ook dat ik direct ben. En dan weet je al zelf dat het niet helemaal goed zit. Heb je dat niet? Dat je dan... Nee. Jij bent al een vriendenfeuzel. Heb ik nooit. Jij wel. Wat natuurlijk ook echt een breekpunt kan zijn, is als iets wordt verfilmd op een manier zoals het niet is gebeurd. Als het dus inhoudelijk niet klopt, nou ja, dan is de discussie gauw klaar. Dan doen we het niet zo. En nou ja, daar hebben ook regisseurs en verslaggevers wel eens aan moeten wennen. Dat ze dachten van, nou ja, maar als we dat zo weergeven, dat is toch mooier of spannender. Of komt toch lekkerder over. Van mensen die denken, als we dat gewoon iets plastischer maken. In de zin van mensen die denken dat er bij ons een schatkist vol met geld op de redactie staat of zo. Weet je wel, even iets meer in plaats van grote sommen geld te betalen. Ja, ik heb wel vaak gehad dat als ik dan zat te kijken en als ik dan aan het eind zei van, nou jongens, potverdomme, wat ziet dit er goed uit. Ja, dat je de spanning op de grond kon horen vallen, bij wijze van spreken. Want dat viel van hun schouders af dan, van hij is tevreden, ja. Heel fijn gedaan. Mooi. Chantal. Gaan we hem maken, Peet? In spreken. Aan het einde van de rit is het tijd om de aflevering van een commentaarstem te voorzien. Zo, hè hè. Ja, Arend Langenberg, de voice van ons programma. Ik weet nog dat we gingen beginnen met het programma. Toen wisten we natuurlijk nog niks. En we moesten een stem hebben, een voice-over. Dag Chantal, dag Ed. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? En ik kreeg een hele rits bandjes te horen.
En ik had een soort gevoel in mijn gedachten van wat het moest zijn. En toen kwam de stem van Arend voorbij. En toen zei ik, dit is hem. Dit moet hem zijn. Okay. Toen zeiden ze, ja, maar we hebben hier nog een aantal andere bandjes. Ik zeg, nee, die hoef ik niet te horen. Dit is hem. Dit is de stem. En hij is 17 jaar de stem gebleven. Over het algemeen bestaat het beeld dat het bij huurmoordenaars altijd gaat om geharde, professionele Oost-Europese criminelen die vanuit de Balkan worden ingevlogen. Wat me opgevallen is aan mijn eigen stem, dat eigenlijk mijn stem onderdeel van het programma is geworden zonder dat de stem overheerst, terwijl ik een opvallende stem heb. Dus het is wel mooi dat het toch samensmelt met datgene wat Peter ontdekt heeft. Zo blijkt uit deze heimelijk opgenomen beelden. Ik ben gewoon Arend en mijn product is mijn stem. En dat is mijn specialisme en dat is mijn bijdrage aan het programma. Ik ben er trots op dat ik al zo lang voor het programma werk. Uitstekend. Helaas een brilletje op mijn leeftijd. Zo. Hoi. Je moet vaak strijd leveren, wil je slagen, wil iets lukken. En vaak zien mensen daar vooraf tegenop van ja, het is zoveel moeite. En lukt het wel en levert het wel genoeg op? En dan roep ik altijd zonder strijd geen overwinning. De studio wordt gereed gemaakt voor de opname van de presentatieteksten aan het begin en aan het einde van het programma. Als deze teksten zijn opgenomen, is de aflevering over de huurmoord zo goed als af. Maar eerst de visagie. Ja, Marjolein die is mijn visagiste 16, 17 jaar. En ik ben nooit vreemd gegaan en ze heeft het altijd gedaan. Zijn we zover? Ja. Ja? Nou, gaan we naar de studio. Nou, dit is wel altijd een sluitstuk van een reportage waar we soms maanden aan gewerkt hebben. Sterker nog, soms wel meer dan een jaar of twee jaar. En dan is het wel heel fijn om er bijna letterlijk een punt achter te zetten. Dat je zegt van nou jongens, al die werkzaamheden die gaan zich nu, die resulteren nu in een opname en een uitzending. En dat is wel een lekker gevoel, ja. Het is natuurlijk na 17 jaar een geoliede machine. We weten allemaal hoe het werkt. En dat is prettig natuurlijk. Dus, maar we hebben het aanvankelijk allemaal moeten uitvinden, 17 jaar geleden. Hoe gaan we het doen? Hoe moet zo'n studio eruit zien? Hoe brengen we het in beeld? En langzamerhand kristalliseert dat uit en weet iedereen waar die aan toe is. En dan stoppen we ermee. Oké, hebben we. Voor de bakker weer. De studioopname zit erop en Peter heeft over media-aandacht niet te klagen. De aflevering lijkt na een maandenlange voorbereiding gereed voor uitzending. Of toch niet? Ja, er is een kansje dat er vanmiddag nog een kort geding plaatsvindt. Gisteren en vanmorgen heeft de druk contact met advocaten plaatsgevonden van een aantal betrokkenen. Die willen de uitzending verhinderen. Nou ja, dat is iets wat wij natuurlijk vaak meemaken. Ze vinden het niet fijn dat wij aandacht aan bepaalde zaken besteden. En er zou dus een kort geding kunnen komen. En dan is het weer spannend. Mag de uitzending wel of niet op de buis? En dat zit een beetje vast aan dit programma, dat soort sores. Ja, nee, Space? Ja. Kort geding gaat door. Toch? Verdomme. Ja. Gaat toch door? Ja. Heb Jacqueline al. Ja, zijn ze wel fucking laat mee. Half zes. Ja, 12:30. Ja. Dat is de laatste van de dag, denk ik. Het is natuurlijk heel erg last minute. Het is vrijdagmiddag. De studioopnames zijn achter de rug. En dan ga je om 17:30 een kort geding doen. Het weekend is begonnen. Je kan weinig meer veranderen in je uitzending als dat zou moeten. Dus het is gewoon lastig. Hey Kees, heb je het laatste nieuws gehoord? Nee. Kort geding om 17:30. Toch wel? Ja. Kusje. Ja.
Ja. Zorg dat dat nu meteen jouw kant op komt. En het wordt nu gemaakt. Ja? Oké, okay, goed, we hebben contact. Hoi. De schrijft. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat vind ik echt heel vervelend, want ik heb me... Ja, ik heb het natuurlijk dagenlang zitten monteren en opnemen en... We hebben hier goed over nagedacht. En dan krijg je zo'n kort geding. En net op het laatste moment, dat is natuurlijk ook vervelend. Als het nou iets eerder was geweest, dan had je nog wat meer energie in de strijd kunnen gooien. En nu is het gewoon echt, ja, last minute. De volgende dag bepaalt de voorzieningenrechter in Amsterdam dat de onthullende verborgen camerabeelden over de huurmoord niet mogen worden uitgezonden. Er komt noodgedwongen een herhaling op televisie. Peter is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing om de verborgen camerabeelden te verbieden. En vandaag, anderhalve maand later, is er goed nieuws. Ik kreeg het vanmorgen te horen. Ik was gek gebeld, maar ik zat op de motor, dus ik hoorde mijn telefoon niet. En toen kwam ik hier op kantoor en zei iedereen, heb je het al gehoord, heb je het al gehoord? Ik zeg, wat is er, wat is er? En toen bleek dat er dus een paar uur eerder uitspraak was gedaan en dat we gewonnen hebben. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is gewoon fijn dat de uitzending door mag gaan. En er is keihard aan gewerkt, dus ja, is wel belangrijk voor ons. Nou ja, ik krijg net een... Net een sms'je van de directeur van Endemol. Zeer mooie overwinning, het recht zegeviert. Nou, gelukkig. Het gaat om een schokkende zaak. En ja, ik vond het echt verbijsterend dat we dat aanvankelijk niet mochten uitzenden. En we zijn pijlsnel in beroep gegaan. En dan is het heel fijn als het gerechtshof zegt van ja, het gaat om een grote misstand. En het publiek heeft er recht op om dat te zien. Dus geeft een goed gevoel als je bijna afscheid neemt dat je dat doet met een overwinning en niet met een verlies. Ik ben hier heel blij mee. Ja, kijk, we hebben natuurlijk gezamenlijk enorm veel avonturen beleefd. Dat schept een band. Dat hebben we met elkaar. En als je dan zegt van jongens, ik stop ermee. Maar je legt ook uit dat dat niet is omdat je, ja, omdat je het gezien hebt of zo. Maar omdat je ook zegt van jongens, het is zwaar dit vak. Het trekt een enorme wissel op je. En ik heb het 17 jaar gedaan en ik heb even lucht nodig. Nou ja, dan voelen ze dat ook. Gino Deira is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor het beeldarchief dat tussen 1995 en 2012 is uitgegroeid tot een enorme verzameling banden. Bij benadering is het ongeveer 10.000, 11.000 banden die in het archief zitten. Ik vind het jammer om niet meer bij dit programma te zitten straks. Dat is wel jammer, dat het straks stopt. Ja, dit is een van de eerste banden. Van de eerste aflevering, Paspoortaffaire, 10 oktober 1995. Dus daarmee is het allemaal begonnen. Ja, die eerste aflevering, die vergeet je natuurlijk nooit. Dat was de paspoortaffaire, roemruchte zaak, waarmee we meteen het NOS-journaal haalden. Mijn naam is Peter R. de Vries, maar volgens dit echte, geldige Nederlandse paspoort ben ik ook Robert A. Jansen. Straks ziet u hoe de onderwereld van zulke paspoorten gebruik maakt om uit handen van justitie te blijven. Het programma stond meteen op de kaart. Dat was heel bijzonder. Een prachtige verborgen cameraactie. Maar als ik nu de uitzending terugzie, ja, dan zit ik natuurlijk zo te kijken. Ik denk, jongen, dat we dat toen zo deden. De paspoortaffaire begon een paar weken geleden met de tip van een informant. Ik was natuurlijk ook onervaren. Ik moest ook nog een heleboel dingen leren. Maar de zaak die stond wel, die was heel goed. Er is wel een hoop veranderd in die 17 jaar. Dat absoluut. Ik heb ze allemaal bij elkaar geroepen. En toen gezegd, dat het op was, dat ik niet zou bijtekenen, maar dat ik na 17 jaar ermee ging stoppen.
En dat vindt hij dan een hele moeilijke boodschap. Dat zie je ook wel aan hem. Ja, en dan valt er een ijzige stilte. En daarna hoor je dan uit verschillende hoeken mensen zeggen van... begrijpelijk, maar wat zonde. Ik vond het zelf niet leuk dat hij dat vertelde. Ik was wel echt... Ik vind dat het echt doodzonde is dat het programma stopt. En ja, hoewel je wel weet dat het eraan zit te komen... en dat die dag ooit komt, ja, dan moet je toch even slikken. En het was een emotioneel moment. Ja. Verslagenheid toch wel. Emoties. Nu ook weer. Het is mooi geweest. Maar het was fantastisch om te doen. Ik weet nog dat toen ik begon, 17 jaar geleden, dat ik dacht van nou ja, ga ik misschien 3 jaar doen of zo. En dan zal het wel op zijn. Maar we zijn 17 jaar verder en we hebben daar een hele gedenkwaardige televisie gemaakt. Bijzondere avonturen beleefd en we hebben tot een goed einde gebracht. En daar ben ik trots op, ja. Ja, het waren 17 turbulente, onvergetelijke jaren. Maar nu zit het erop. Het is tijd voor iets anders. En ik bedank mijn team voor hun enorme vakmanschap en support. We hebben samen voor hete vuren gestaan, maar het altijd gered. Jongens, jullie waren ronduit fantastisch. Zonder jullie had ik het nooit zo lang volgehouden. Allemaal ontzettend bedankt. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor SBS6 en producent En de Mol... die me al die jaren mijn gang hebben laten gaan. Ook als er bijvoorbeeld 44 reportages over de Puttense moordzaak werden gemaakt. Nooit hebben zij zich 1 seconde met de inhoud bemoeid. Ook niet als het heet werd in de keuken. En in een tijd dat er dikwijls laatdunkend over de commerciële omroep wordt gesproken... mag dat wel eens worden gezegd. En last but not least wil ik ook u bedanken... omdat u in die 17 jaar altijd massaal heeft gekeken. Het programma is eigenlijk voor u, door u en met u gemaakt. Dank voor uw geweldige tips, waardoor we veel zaken hebben kunnen oplossen. Dank ook voor uw meedenken, waardoor we op andere gedachten werden gebracht. Dank voor uw aanmoedigingen, omdat ze ervoor zorgden dat we doorgingen als het moeilijk was. En dank voor uw kritieken die ons altijd scherp hielden. Veel mensen hebben me gevraagd wat ik nu ga doen. Wel nu... Wie zich vergenoegd in de handen wrijft bij de gedachte dat ik met het programma stop en voorgoed van het toneel verdwijn, die moet ik teleurstellen. Ik ga een poosje uitblazen, zeker. Maar daarna zult u mij ongetwijfeld weer ergens op de barricade van recht en onrecht terugzien. Want eens misdaadverslaggever, altijd misdaadverslaggever. En ik weet als geen ander dat er nog genoeg te doen is. Dit was het dus voor nu. Maar ik zeg, tot ziens.